Het is Jeroen Boogmans, kom. We lopen naar de... Doe even een lopend interview, dat is hip. En trendy. Hey, aan de sfeer in de kleedkamer te horen, hebben we gewonnen met aanzienlijke cijfers. Ja, dat zou je zeggen inderdaad. Ja, dat is gezellig. Ja. Dat is heel gezellig in de kleedkamer. Ja. Ja. Nou, maar, toch niet. Nou, jawel, ik vind het hartstikke gezellig, maar dat is best wel uniek voor de pensionaris. Ja. Want ik kan jullie verklappen, want ik ben de eerste die geïnterviewd wordt, dat we 4-2 verloren hebben. Okay. Zeg ik met een lach. Okay. Nou, ga jij vragen waarom ik dat met een lach zeg? Ik vind het een goede vraag. Bedankt. Zal ik gewoon het hele verhaal zelf vertellen? Ja, dan hoef ik niks te zeggen. Ja. Ja. Ja, wij eindigden echt met een magistrale aanval rond de aftrap. En in de discussie in de kleedkamer was alleen maar over hoeveel schijven ging die, wie erin betrokken was. Hij eindigde schitterend binnenkant paal. Hij ging er niet in. Maar schitterend schot van... En voor de goede orde had het 4-3 geworden altijd dan. Dan had het 4-3 geworden inderdaad, ja. En, maar het mooie was, we zeiden tegen de scheids. Scheids kan niet beter voor ons dit. Zo mooi, fluit maar af. En hij floot ook af. Dus dat was wel grappig. Dat vonden wij eigenlijk leuk in de kleedkamer. Dus, Was jij er ook bij betrokken of niet? Ik keek erbij, ik keek ernaar en ik stond nog in het veld. Dus ik was erbij betrokken. Oké, maar 4-2 verloren tegen Rijnsburg. Ja. Ik heb er zelf ook wel iets mee te maken gehad. Ik vond het een Noordwijk onwaardig veld. Om daar maar eens over te beginnen. Zonder het de schuld te geven, want anders... Ik denk dat het merendeel van ons team, als we aankomen, zoiets heeft. Oh, lekker op kunstgrasveldje. Ja. En als het dan op veld 3 is, wat toch een beetje knollenveld is in deze tijd van het jaar. Beetje erg. Ja, een beetje erg. Okay. En dat ligt ons niet, hè. Dat wordt een beetje werk, hotsenknots voetbal. En wij moeten het gewoon lekker... Nou, je ziet ja zo'n laatste aanval. Wij moeten het van tiki-taki hebben. Ja. En dat lukt niet zo goed op zo'n veld. Als ik zeg, dit was een schande dat het Noordwijk zo'n veld heeft. Of dat ze ons erop durven laten voetballen. Ik weet niet wie hier allemaal naar kijkt, maar ik vind het best om het een schande te noemen. Ja. Nou, oké, ik denk dat heel veel mensen er naar kijken. Nou, schande. Kijk, Noordwijk heeft 30.000 inwoners. Zoiets. Nou, dan kijken er 25.000 mensen naar kijken naar dit interview. Nou, al die 25.000 jongens, dit is een schande, dit veld. Hoe verder met Boog? Ja, tijd niet gezien? Nee, het gaat erg goed met Boog, ja. Ik heb wel een tijdje niet meegedaan, even een blessuretje gehad. En ik had een paar zware benen aan het eind. Ik heb 4-5 weken niet gevoetbald. En voor de rest doe ik ook eigenlijk iets te weinig. Ja. Dus, komt het door de nieuwe verkering? Slokt die alle tijd op? Die slokt wel een hoop tijd op, ja. Ja, dat wel. Maar, dus jij bent typisch zo'n gevalletje van iemand die een nieuwe verkering heeft en die dan zijn vrienden in de steek laat? Ja, dat ben ik. Oké. Okay. Nee, eerlijk. Dat waardeer ik ook wel. Ga je nog iets aan doen? Ga je nog iets aan doen of laat je het lekker zo? Ik laat het lekker zo. Doe je wat dan bij je tennisvrienden ook? Ja, die zie ik ook niet meer. Die ook niet meer? Nee, ik zie niemand meer, alleen mijn meisje nog. Oké. Ik zou zeggen van de genieten vooral van met de tweetjes. Dat doe ik zeker. Oké, maar volgende week ben je er wel bij? Ja hoor, volgende week ben ik erbij. Heel goed. Godverdomme, wat zit jij nu te drinken, joh? Oei. Ja, ik wou zeggen voor de sponsor, maar dat ligt wat gevoelig bij ons in team, maar... Nee hoor, totaal niet. Dit is een sponsor die anders is afgehaakt met sponsor. Dus voor de sponsor. Vind je het lekker? Ik vind het wel lekker, ja. Eerlijk? Ja, ik vind het wel lekker. Ik moet zeggen dat ik na een wedstrijd vaak eerst even een frisje vind ik wel lekker en dan een biertje. Ja. Maar ja, als je gesponsord wordt door Hordijk met zijn kast op lagertjes, dan moet je hem natuurlijk gelijk even nemen. Kastelzijk, ja. Ja. Oké. Okay. Ja, het gesprek viel een beetje dood natuurlijk naar jou. Je probeerde hem uit de tent te lokken. Ik zeg gewoon, ja, joh, best. Dat is inderdaad zo. Ja, daar heb je niet veel aan natuurlijk. Dat nee, daar kom ik niet verder mee. Ik kan wel zeggen, nee hoor, ik zie mijn vrienden echt nog wel. Welke kleedkamer? Wat, dat is Jim Hordijk. Wat zeg je, Jim? Kleedkamer 11. En waar zit die? Nou, wat denk je? Ja. Naast kleedkamer 10. Nou valt hij weer dood. Ja. Zo, cool mannen. Ja, de Flynn Hordijk. Zo boys, dat is cool. Wat is dit? Ja, fiets. Oh, mooi man. Fiets, die Hordijk kinderen zijn ook zo snel tevreden. Ja. Die geeft je een lampje en zijn zo groot als een pauw. Heb jij het ook koud? Ja, zo weer aan. Ja. Bedankt.